Luciano, was deze wedstrijd voor jou een beetje revanche op afgelopen donderdag? Natuurlijk, niet alleen voor de afgelopen donderdag, maar ook voor die twee nederlagen tegen Heracles. We hebben de laatste wedstrijd tegen Heracles heel slecht gedaan. En dit geeft zoveel vertrouwen aan ons. En zo leuk als ze zo kunnen winnen. Ja, het is geweldig. Ja, het was wel een hele spannende slotfase toen jullie met 10 man door moesten. Naar de rode kaart van Tim. Ja, vooral als zij een doelpunt tegenkrijgen. Dan weet je, als zij een doelpunt krijgen, nog eentje. En dan is het klaar. En dan weet je dat onze doel is de play-offs te winnen. En vandaag was een heel spannende wedstrijd. En we hebben karate laten zien. We hebben ook die mensen laten zien dat we hebben een goede team. We kunnen ook vechten. En we hebben voor elke bal en voor elke meter gevochten. En we hebben verdienen of winnen, denk ik. Ja, hoe zijn jullie de wedstrijd begonnen? Nou, je verliest die donderdag met 3-2. Je weet dus dat je één keer moet scoren, maar dat je ook wel geduld moet houden. Hoe ga je dan de wedstrijd beginnen? Ja, we hebben heel goed gedaan, want we hebben weinig of bijna niks weggegeven. En hebben met geduld gespeeld, hebben één goal gescoord. En we hebben gewoon de eerste helft de controle van de wedstrijd. En de tweede helft hebben we ook heel snel een doelpunt gemaakt. En het is normaal dat je een beetje achteruit gaat lopen. En weet je dat Irak is heel gevaarlijk met de speeds en de middenvelden. Maar ik denk dat we hebben een heel goede zaken gedaan vandaag. Nou, je hebt er ook weer een paar goede ballen vanmiddag uitgehaald. Ja, voor mijn vertrouwen is heel belangrijk. Hè? Vooral voor als de laatste wedstrijd, want het was niet mijn beste dag. Maar dit kan gebeuren voor een keeper. En nu gaan we de finale. Ik moest gewoon de finale winnen. Als ze niet winnen, hebben we niks. Nee, hoe zet je dat van je af? Als je een wedstrijd hebt waarin je een paar ongelukkige ballen hebt. Hoe zet je dat dan weer van je af? Vooral praten met Ruud Hesp. Hè. Hij is keeperstrainer, hij heeft veel ervaring. En ook van mezelf, ik ben 31 jaar, ik heb ook een beetje ervaring. Ik weet dat dat kan gebeuren, foutjes. Maar niet zoveel fouten in de winnenwedstrijd, dat is te veel. En vooral als je een hoog niveau speelt zoals de Eredivisie, dat moet je niet doen. En dan moet je gewoon blijven werken. En, ik werk keihard elke dag. En, en de keeper voor bal te pakken. En dat probeer ik te doen elke wedstrijd. Ja, dat is vanmiddag goed gelukt. Ja, gelukkig. We hebben gisteren ook goed getraind. En ga gewoon nu rustig en genieten. En tot de volgende wedstrijd. Ik ga door.